De energieprijzen zijn een stuk lager dan afgelopen zomer. Sommige mensen merken dat misschien al op hun energierekening. Dat komt door het prijsplafond, maar ook op de gasmarkt zien we een stuk lagere prijzen door de milde winter en doordat het energieverbruik behoorlijk gedaald is. Goed nieuws dus voor huishoudens? Nou, de energieprijzen zijn lager, maar andere prijzen lopen de laatste tijd juist op, zoals in de supermarkt, bij de kapper en in het café. Dit noemen we verbreding van de inflatie. Bedrijven berekenen de hogere kosten door in hun prijzen. Waar eerst vooral energie duurder werd, zien we nu over een bredere linie de prijzen stijgen. Van de regen in de drup dus. We verwachten wel dat de inflatie langzaam afneemt. En voor huishoudens is het gunstig dat in cao's inmiddels duidelijk hogere loonstijgingen worden afgesproken. Oké, de inflatie neemt dus af en de lonen stijgen. Ika, dat lijkt me gunstig voor de koopkracht. Ja, dat klopt. Vooral volgend jaar zien we dat de koopkracht in doorsnee duidelijk verbetert, met zo'n 2%. Dat is best een grote stijging, hoewel het nog niet genoeg is om de terugval van vorig jaar goed te maken. En, zoals altijd, is het goed om te bedenken dat het niet voor iedereen geldt, omdat het bijvoorbeeld veel uitmaakt wat je woon- en gezinssituatie is. Sommige mensen gaan er meer op vooruit, andere minder. Sinds vorig jaar kijken we niet alleen naar de ontwikkeling van koopkracht, maar ook naar die van armoede. We schatten dan in hoeveel je nodig hebt voor een bepaald minimaal budget. We noemen dat niet veel, maar toereikend. Wie niet genoeg inkomen heeft voor dat budget, leeft in armoede. Hoe ziet de ontwikkeling van armoede er komend jaar uit? Minder goed. Dat komt vooral doordat tijdelijk beleid voor de laagste inkomens volgend jaar afloopt, zoals de energietoeslag. Als gevolg hiervan loopt de armoede in 2024 op tot 5,7% van de bevolking. Ook het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt toe. Daar ligt het percentage zelfs nog wat hoger. Lagere inflatie, hogere lonen, meer koopkracht, maar dus ook meer armoede. Er is nog veel meer te vertellen over onze raming voor de Nederlandse economie. Kijk daarvoor op cpb.nl.